was echt een heel arm manneke uit Tilburg en hij had echt eigenlijk helemaal geen kansen. Het is heel bijzonder dat hij überhaupt op het seminarie kwam, dat hij ook priester mocht worden. En dat hij in alle tegenslagen, hij werd gepest op het seminarie in Suriname, ging het hem ook niet altijd makkelijk. Werd hij overal eigenlijk weggestuurd wanneer hij zijn ding wilde doen. En hij had één rotsvast vertrouwen en dat was het geloof in God. De film Peerke Donders, zijn leven, zijn brieven ging vrijdag in première. Iedere Tilburger kent de arme priester die 200 jaar geleden werd geboren en zijn leven in dienst stelde van de zieken en armen in Suriname. Na 3 jaar productiewerk werd in Cinecittà in Tilburg de documentaire voor het eerst op het grote doek vertoond. We hebben hem de afgelopen maanden heel veel op kleine schermen gezien en ineens zie je een scherm van 6x4 meter. En dan is het heel erg spannend om te zien hoe dat werkt en ja, ik zat daar wel trots te zijn. De Peerke Donders betekent heel veel voor veel mensen in Tilburg. En wat mij vooral tijdens het hele proces opgevallen is, dat het niet alleen geldt voor oude mensen met mijn kleur haar, maar dat ook jongere mensen daar iets met hem hebben. En dus in die zin denk ik wel dat we een breed publiek kunnen bereiken. En dat we ook niet alleen de witte Tilburgers en de witte Nederlanders bereiken, maar ook de Surinamers die hier wonen. Want dat is wel een van de dingen die duidelijk geworden zijn. Veel mensen hebben iets met hem. Op de een of andere manier wordt het dan wel meer dan een onderwerp. En wordt het een soort persoon in je leven, heb ik gemerkt na die 3 jaar. En dat is me niet eerder overkomen, zeg maar. Voor regisseuse Elle van Kempen waren de brieven die Peerke vanuit Suriname schreef een enorme houvast bij de beeldvorming van de priester. En het mooie is, door die brieven, dan hoor je wel echt zijn stem. Kijk, de stem is nu een voice-over in de film, dat is natuurlijk hij niet, dat is wat anders. Alleen, het is wel de stem van Peerke in de tekst die hij zegt. En dat vind ik fijn, zeg maar, dat we dat konden gebruiken, omdat je dan niet een film over iemand maakt, maar ook met iemand door Peerke zelf aan het woord te laten. Als kind had ik een groot verlangen om eens priester te worden. En alhoewel dit menselijkerwijs onmogelijk scheen, wel mijn ouders arm waren, toch had ik het vertrouwen dat ik dit eens zou worden. Peerke Donders, zijn leven, zijn brieven, is tot en met 25 oktober te zien in Cinecittà in Tilburg. De documentaire gaat op 12 november ook in Suriname in première.